De Europese kreeft. Ja, in de wereld der gastronomie behoort dit eigenlijk, ja, wetenschappelijk tot de orde der geleedpotigen. Wat is dat nou weer, zou je denken? Nou, dat is eigenlijk een beest waarvan de kop direct verbonden is aan de poten. Nou, de Europese kreeft die is natuurlijk onderscheidend ten opzichte van de Canadese kreeft. Die is meer groen van kleur, deze is meer blauw. Je ziet dat hij twee geschaarde voorpoten heeft. En als je goed kijkt, zie je dat één poot dun is, de andere poot is dik. En dit dun exemplaar grijpt hij meestal bliksemsnel zijn prooi, meestal schelpdieren. En dat andere dikke poot, zoals je ziet, zitten ook dikke knoppels, daar kraakt hij alles mee kapot. Het is een levend exemplaar. Het is riskant als je exemplaren koopt die dood zijn. Want het beestje vergiftigt zichzelf en dan krijg je ook, ja, een nadelige smaak. En ja, het is natuurlijk een kostbaar exemplaar. Dus liefst levend verwerken. Kan je daar niet tegen, dan moet je hem dood maken. En op zich is dat geen probleem. Je steekt hem hier midden in de kop met de mes erin. Maakt een beweging naar de voorkant. Absoluut hersendood. Je kan ook de kreeft masseren. Je draait hem om op je handpalm en goed wrijven. Dat hij goed warm wordt in de kop. En dan gaat de kreeft in een soort, ja, relaxed houding. En die wordt een beetje suf. En dan is hij makkelijker te hanteren van als je hem in de pan moet doen. Stop hem of met de kop in de pan. Maar vergewis je wel dat de pan groot genoeg is. Want de kreeft maakt altijd een slaande beweging met zijn staart. Als hij dan de rand van de pan pakt, trekt hij zijn eigen eruit. Dus misschien is het wel raadzamer om de kreeft eerst met staart en al in de pan te doen. Hij maakt de slaande beweging en het trekt zichzelf onder water. Nu is de kreeft nog blauw, maar als hij gekookt is, wordt hij knalrood. Rood-oranje. En dat komt door de kleurpigmenten in het panzer van de kreeft. Ja, kreeft, één grote culinaire tractatie. Is op zich niet voordelig, de Europese kreeft. Maar heeft in opzichte van de Canadese kreeft meer vleesinhoud. En hij smaakt eigenlijk ook lekker.